Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken en dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Obscurio, uitgegeven door Libelud. Het is een spel voor 2 tot 8 spelers waar je ongeveer een 30 tot 60 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel zijn we allemaal gevangen in een bibliotheek en proberen we te ontsnappen. Het is een coöperatief spel waarin de spelers verdeeld worden in 3 verschillende rollen. Je hebt de grimoire, je hebt de tovenaars en je hebt een verrader. De tovenaars die proberen te ontsnappen, de verrader probeert dat te voorkomen en de grimoire probeert de tovenaars te helpen, maar wordt daarbij af en toe dwarsgeboomd. Het spel zit in dezelfde categorie als Dixit en Mysterium, want de communicatie wordt gedaan middels afbeeldingen. Dus laten we snel maar eens gaan kijken wat er precies allemaal in deze doos zit. Het spel is bedacht door L'Atelier en wij krijgen de spelregels in het Nederlands en in het Frans. Helder en overzichtelijk weergegeven met voorbeelden. Fijn om doorheen te lezen. Het is ook niet een heel complex spel om te spelen. Maar het zijn fijne regeltjes met achterop nog even een reference voor de verschillende valstrik tokens. En dan krijgen we allereerst een geweldige layout waar alles schitterend in past en plaatst. We krijgen de bibliotheek zelf waar we uit moeten ontsnappen met verschillende kamers en ruimte voor wat markers. We krijgen deze kaarthouder waar de grimoire verschillende afbeeldingen in gaat steken. We krijgen de grimoire zelf en die is massief en magnetisch, waardoor je deze aanwijzertjes daar makkelijk op kan zetten. En dan kun je hem draaien en bewegen zonder dat die er afvallen. Dus dat is weer goed gedaan. We krijgen de verschillende afbeeldingen. Een zandloper, de valstrikfiches, een aantal transparante schijfjes waarbij we het soms moeilijker moeten maken. We krijgen de rollenkaarten met de tovenaars en de verrader erop. Een progressiemarker, de verschillende karakters en hun fiches. Het zakje voor de valstrikskaarten en een aantal connectietokentjes. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 5 spelers. Eén iemand kruipt in de huid van de grimoire. Die krijgt de lessenaar, de stapel met kaarten en de map. En aan het begin van het spel schud je deze stapel en doe je als grimoire, zonder dat de andere spelers dat zien, alvast 8 van deze kaarten zichtbaar in de map. Verder heb je de zandloper nodig. En de overige spelers zijn de tovenaars. De tovenaars die kiezen allemaal een karakter en plaatsen het bijbehorende fiche in het centrale gedeelte van de bibliotheek. En dan krijgen ze natuurlijk nog een tweede kaart, dat is hun rol. Er zit altijd een verrader in het spel en de rest van de kaarten zijn natuurlijk de reguliere tovenaars. Dus in mijn geval zijn er nog 4 gewone spelers, 4 tovenaars waarvan 1 de verrader is. Die kaarten worden geschud en blind aan iedereen gegeven. En natuurlijk bekijk je zelf even welke rol je bent. Voor het voorbeeld leg ik ze even open. In het zakje doen we de valkuilfiches. En die leggen we binnen handbereik. We leggen de marker hier op het eerste spoor. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel van het spel is afhankelijk van de rol die je bent. De tovenaars proberen te ontsnappen. En ze moeten 6 keer succesvol de uitgang vinden. Lukt ze dat en hebben ze ook nog concessiefiches hier onderaan liggen, dan winnen ze het spel. Oftewel, als ze hier staan en ze vinden wederom de uitgang en ze hebben nog fiches over, dan winnen de tovenaars en de grimoire het spel. De verrader wint als de fiches in het donkere gedeelte op zijn. Het aantal concessiefiches is overigens afhankelijk van de hoeveelheid spelers en de moeilijkheidsgraad die je kiest. Daar zie je een tabelletje voor. Wij spelen met 5. Ik heb het makkelijk gedaan, dus ik heb er 18 neergelegd. En er moeten in het begin van het spel bij 4 tot 5 spelers 5 in het donkere gedeelte liggen. De verrader wint als het laatste concessiefiche uit het donkere gedeelte weggehaald wordt. Maar dat is het doel. Laten we maar eens gaan spelen.
Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat uit 5 stappen. De eerste stap is het voorbereiden van de ronde. Afhankelijk van hoe goed de tovenaars het doen, komen er valstrikfiches in het spel. Er komt sowieso altijd 1 valstrikfiche in het spel en die wordt getrokken door de grimoire-speler. En die legt die gesloten voor zich neer. Maar als de spelers veel tijd nodig hebben gehad, dan zie je dus plus 1, plus 2, plus 3. Dan kan het betekenen dat je meerdere valstriksfiches moet trekken. En op die valstriksfiches staan, als je geluk hebt, staat er niks op. Maar daar staan beperkingen op die het de tovenaars lastiger maken om de uitgang te vinden. Die staan achterop allemaal keurig uitgelegd. Bijvoorbeeld hier zo de grote kamer. De grimoire voegt een extra kaart toe van de trekstapel. Normaal gesproken zijn er 6 uitgangen en dan komt de grote kamer erbij. Heb je zelfs 7 uitgangen. Soms krijgt de verrader een bonus. En soms worden de afbeeldingen die hier in dit boek komen beperkt doordat je daar die filters op moet leggen. Dus dan komen er dit soort kleuren of afbeeldingen over zo'n afbeelding heen te liggen. En dat maakt het natuurlijk een stuk lastiger en soms moet je er zelfs meerdere overheen leggen. Nou, dan heb je een uitdaging om het fatsoenlijk voor elkaar te krijgen. Maar de eerste ronde trekken we er maar eentje. En toevallig trok ik een blanco, dus die laat ik eventjes voor wat het is. Maar dat is de eerste stap die wordt uitgevoerd door de grimoire. De tweede stap is het voorbereiden van het raadsel. De grimoire neemt de eerste illusiekaart van deze trekstapel en die bekijkt die, zonder dat de andere spelers dat zien. En dat is de uitgangskaart. Dus in dit geval is dit de uitgangskaart die de tovenaars moeten vinden. Daarna trekt de grimoire nog 2 andere illusiekaarten en die komen in zijn lessenaar te liggen. En middels deze 2 kaarten gaat de grimoire-speler, ik ga eventjes een beetje verplaatsen voor het beeld, proberen duidelijk te maken aan de tovenaars wat de uitgang is. Daarvoor heeft hij die 2 vlindertjes, die mag hij inzetten. Je moet ze wel op de kaart zelf leggen. En daarmee kun je bijvoorbeeld elementen aanwijzen die jij belangrijk vindt of die jij wilt gebruiken als hints voor de tovenaars. Het is zelfs toegestaan om hem hier neer te leggen. Dat wil zeggen dat de hele afbeelding een hint is richting de uitgang. Nou, gaan we even kijken wat we hier precies op hebben staan. Een kasteel en daar binnenin zit een groen vismens, lijkt het wel, met plantjes en kettingen. Nou, dat is eigenlijk de uitgang die ze moeten gaan vinden. En dit zijn de 2 kaarten waar ik dan de hints mee moet geven. Nou, ik vind deze palmbladeren wel een hint. En ja, hoe kan ik het kasteel aanduiden? Nou, laten we dat doen. Oeh, lastig. Ik gebruik dan de pilaar, ga ik dan maar aanwijzen. Dus dat zijn de 2 hints die ik als grimoire geef. Nogmaals, ik hoef ze niet allebei in te zetten. En als ik zeg het hele plaatje is een hint, dan leg ik hem hier neer. Zodra de grimoire de vlinders heeft geplaatst, geeft hij het boek aan de tovenaars. En dan kunnen de tovenaars met elkaar gaan overleggen. Van joh, wat zien we hierin, wat denken we ervan? En dan ga je naar de derde stap en dat, zijn de verraderkaarten. En dat is een belangrijke stap die wordt uitgevoerd door de grimoire in samenwerking met de verrader. Aangezien we niet weten wie de verrader is en dat mag de grimoire ook niet bekendmaken. Want dan is de lol van het spel eraf, moet je daar voorzichtig in zijn. Maar de grimoire geeft alle tovenaars de opdracht om de ogen te sluiten. Vervolgens opent de grimoire-speler de map met daarin de 8 verschillende afbeeldingen. En die laat hij zien aan de verraderspeler. En de verrader mag in totaal maximaal 2 van deze afbeeldingen kiezen. En die worden toegevoegd aan de uitgangskaart. Het is niet verplicht. De verrader mag ook zeggen van joh, ik wil helemaal niks. Zeggen niet, maar gebaren uiteraard. Maar hij kan bijvoorbeeld zeggen, oké, hij heeft bladeren aangewezen en een pilaar. Laten we nummer 3 erbij doen. Dus de verrader, in dit geval Googly Eyes, die geeft aan nummer 3. Nummer 3 wordt eruit gehaald. Die wordt toegevoegd aan de exitkaart. De grimoire trekt een nieuwe kaart. Laat wederom het boek zien aan de verrader. Die mag nog een 2e kaart kiezen. En die zegt, dat is toevallig al een kaart die we er ook bij willen. Dus die wijst nog een keer nummer 3 aan. Wordt opnieuw weer aangevuld. En zo hebben we al een stapeltje van maximaal 3 kaartjes. Normaal gesproken worden nu de ogen geopend en wordt deze stapel aangevuld tot 6. Maar ik vind het handig om voordat de spelers de ogen openen, en je laat de verrader zijn ogen weer sluiten, even zorgen dat je dan al je 6 kaarten in totaal hebt. Dan weet je niet hoeveel kaarten de verrader eraan toegevoegd heeft. En dan openen alle spelers hun ogen. En dan komen we bij het kiezen van de deur.
De grimoire schudt de kaarten die hij heeft verzameld. De 6 kaarten. Of als je de vervloeking hebt, 7 kaarten. En die geeft hij aan de tovenaars. En dan gaan de tovenaars deze kaarten 1 voor 1 plaatsen. Het is wel slim om dat dus ook niet door de grimoire te laten doen. Want daar zou je eventueel informatie mee prijs kunnen geven. 6 kaarten. 6 mogelijke uitgangen, waarvan er maar 1 de juiste is. Belangrijk, zodra de eerste kaart geopend neergelegd wordt, draait de grimoire de zandloper om en gaat de tijd lopen. De tovenaars gaan natuurlijk met elkaar overleggen, bespreken welke hints ze hebben, waarom zij denken dat een bepaalde deur de juiste deur moet zijn. En terwijl ze dat doen, mogen ze hun marker, hun pion, bij een exit neerzetten. Nou, Army Guy denkt bijvoorbeeld van, joh, ik zie hier palmbladeren, pilaren. Nou, ik vind dit wel een goeie. Nou, en zo wordt er van alles en nog wat gekozen. Je mag ook, als je eenmaal een keuze gemaakt hebt, nog zeggen, ik denk toch inderdaad dat Googly Eyes heeft Army Guy heeft een goed punt. Enzovoort, enzovoort. Maar je hebt gewoon beperkt de tijd. Want elke keer als de zandloper leeg is, draait de grimoire om naar het volgende stapje. En dat betekent dat er meer valstrikfiches komen de volgende beurt. En zodra de zandloper leeg is op de 3, dan is de beurt sowieso voorbij. Maar als de tovenaars snel zijn en ze hebben allemaal zoiets van, oké, dit wordt het. Dan kunnen ze ook aangeven aan de grimoire, oké, we zijn klaar, dit wordt ons antwoord. Vertel ons wat de juiste exit is. Het risico is, aan de ene kant kun je natuurlijk zeggen, ik ga al mijn kansen spreiden. We nemen zoveel mogelijk deuren. Maar elke deur die fout is, dan verliezen we zo'n connectiefiche. En daar hebben we een beperkte voorraad van, dus daar willen we ook zorgvuldig mee zijn. Maar als tenminste 1 tovenaar de juiste deur vindt, dan gaan we in ieder geval verder. Dus dat kan soms een afweging zijn. Maar laten we zeggen dat dit het eindresultaat is. De tovenaars geven aan, wij zijn klaar. Dit is wat we willen doen. Nou, we hebben 1 extra zandloper nodig gehad om alles te bespreken. De grimoire geeft aan, dit is de juiste deur. Dus in dit geval, als er minstens 1 tovenaar is die de juiste deur heeft gekozen, gaan we een stapje vooruit. Maar voor elke tovenaar die een verkeerde deur heeft gekozen, of die helemaal niet gekozen heeft, wordt er een connectietokentje weggehaald uit het betreffende voorraadgebied. En dat zijn eerst de linkse gebieden. Eerst wordt dit leeggehaald en dan gaan de laatste uit het donkere gebied. Die connectiefiches worden op de tovenaars gelegd die het verkeerde antwoord hebben gegeven. Dat is een manier om bij te houden hoe goed bepaalde spelers zijn. Of een manier om iemand die bewust saboteert in de gaten te houden. En dan is de ronde voorbij. Alle tovenaars gaan weer naar de centrale hal van de volgende kamer. De fiches of de afbeeldingen worden weggehaald. En deze worden ook leeggetrokken. Valkuilfiches die hier liggen gaan weer terug in het zakje. Dus je hebt altijd alle fiches in het zakje zitten. En begint de volgende ronde weer. De grimoire pakt 2 valstrikfiches. Gaat weer een uitgangskaart pakken. Gaat het boek weer vullen. Enzovoort, enzovoort. En zo spelen we vrolijk verder. Nou, op een gegeven moment is er een mogelijkheid om de verrader uit te schakelen. Zodra deze voorraad, de linker voorraad, op is, mogen de tovenaars op zoek gaan naar de verrader. Uiteraard, de grimoire mag daarin niet mee discussiëren. Maar deze draait wel de zandloper om. En de tovenaars hebben 1 minuut om te bespreken wie de verrader zou kunnen zijn. Als de zandloper leeg is, tellen de spelers of de grimoire tot 3 en ze wijzen elk 1 speler naar keuze aan waarvan zij denken dat hij of zij de verrader is. Je telt de stemmen, de speler met de meeste stemmen wordt beschuldigd. Bij een gelijkspel worden ze allemaal beschuldigd en elke beschuldigde speler moet laten zien wat zijn of haar loyaliteit is. Elke speler die wel een tovenaar is en toch beschuldigd, worden er 2 fiches weggehaald, dus dat kan hard gaan. En als de verrader niet geraden is, dan gaan we het opnieuw doen. Opnieuw draaien we de zandloper om, we gaan beschuldigen en zo gaat het net zo lang door tot ofwel deze connectietokentjes op zijn en dan heeft de verrader gewonnen, of tot we de verrader vinden. En als we de verrader vinden, dan haalt hij zijn pion van het speelbord. Hij mag niet meer of zij naar 1 van de deuren. Hij mag voor de rest natuurlijk wel gewoon zand in de ogen blijven strooien. Maar in principe het enige wat hij doet is, hij gaat uit deze map 1 of 2 kaarten selecteren om het de andere spelers moeilijker te maken.
Maar op die manier spelen we vrolijk verder en proberen de tovenaars 6 keer de uitgang te vinden. De verrader probeert zo snel mogelijk deze voorraad fiches leeg te krijgen. En degene die als eerste hun doel verwezenlijken, worden de winnaars van Obscurio. En zo wordt het spel gespeeld. Obscurio is wat mij betreft een geweldige mix tussen twee partyspelmechanismes die ik enorm waardeer. Dixit en de Traitor Games. Beide zijn type spellen die ik graag en veel op tafel leg. En de mix die Obscurio biedt is fantastisch. Ik vind de crossover erg goed gedaan. En het werkt ook gewoon bijzonder vermakelijk. Dit is echt een uitermate geschikt partyspel waarin die twee elementen samengevoegd worden. Daarbij heeft het een geweldige vormgeving. De kwaliteit van de componenten is hoog. Het is allemaal deugdelijk gemaakt. Wat ik al zeg, het magnetische boek. Deze fiches zijn massief. De mappen, het artwork, alles ziet er gewoon weer erg verzorgd uit. Zelfs de layout van de box is perfect. En ja, dat zijn dingen die waardeer ik ook gewoon bijzonder. Maar wat ik vooral heel sterk vind is de manier waarop dit spelletje speelt. Het wordt vaak vergeleken met Mysterium, waarbij je iemand in de huid van een geest kruipt die van een overleden persoon. En de rest zijn detectives en die moeten proberen, à la Cluedo-stijl, te ontdekken waar is het gebeurd, waarmee is het gebeurd en wie heeft het gedaan. En dan komt er uiteindelijk een moordenaar aan. Leuk spel. Ook middels kaarten worden dan de hints gegeven. Maar wat Obscurio toevoegt, de verrader, dat is echt een fantastisch extra element. Ik vind Mysterium een leuk spel, maar ik vind dit een geweldig spel. Dit is echt nog een stap leuker in mijn optiek. Zeker omdat de groepen waar ik mee speel ook heel erg enthousiast zijn in de verraderspellen. Ja, en de verrader hierin, gaat helpen met het verzieken van het gemak waarmee een uitgang gevonden kan worden. En tegelijkertijd probeert hij ook natuurlijk in de discussies zand in de ogen te strooien. Ik vind dat gewoon een geweldig element. Er is maar één verrader, maar als je het goed speelt, dan kun je daar zo vreselijk veel plezier mee hebben. En het team ook ontzettend lastig maken. Dat is gewoon super gaaf om te doen. Het spelmechanisme zelf zit gewoon goed in elkaar. We hebben wat bemoeilijkingen middels de vervloekingen. En ik vind vooral deze erg grappig. Die maken het soms echt heel erg lastig om goed te kunnen zien wat het plaatje nou precies aangeeft. De grimoire gaat hints geven. De verrader gaat valse hints toevoegen. We leggen het neer en we gaan op zoek naar de deur. Dus het speelt vrij gemakkelijk. En dat is wat ik altijd belangrijk vind in een partyspel. Dat je hem gemakkelijk op tafel kan leggen en dat je hem snel weg kan spelen. En natuurlijk het feit dat we met z'n allen lekker bezig zijn. En dat is iets wat dit spel doet. Veel discussie aan de ene kant over welke hint moeten we nou gebruiken. Met een beetje tijdsdruk. En aan de andere kant de verrader die altijd zorgt dat er genoeg discussie voortkomt over de meest onnozele dingen. Al die elementen tezamen maken Obscurio gewoon tot een geweldig partyspel. Als je houdt van Dixit en verraderspellen is dit een spel wat je absoluut een keer moet gaan proberen. Die twee elementen worden hier op een erg toffe manier samengevoegd. De vormgeving en de kwaliteit is hoogstaand. En het spelmechanisme zelf is gewoon erg leuk. Je bent aan de ene kant op zoek naar de uitgang door middel van hints op plaatjes. Kijken wat voor associaties een grimoire daarbij heeft. En of jij mee kan gaan in die gedachtegang. En daarnaast zit er iemand tussen het spel een beetje te verzieken. Op een plezierige manier. En dat is samengebracht en Obscurio op een geweldige manier. Daarin zit ook gelijk de enige valkuil van dit spel. Je moet wel een groep hebben die ervan houdt om met een verrader te spelen. Maar als dat je ding is, dan ga je hier zeker schik van hebben. En vandaar dat Obscurio van mij een dikke 8 krijgt. Not Spellenzolder.